Vanaf maandag 23 oktober worden werkzaamheden uitgevoerd aan de noordelijke helft van het park- en rijterrein bij Spijkenissen Metrocentrum. De andere helft van het terrein is dan voor een deel open. Door vertraging van de fase waar nu gewerkt wordt, zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Vanwege extra werkzaamheden op de Schoutstraat is het terrein van 23 tot en met 29 oktober bereikbaar via een rijbaan over fase 6. Vanaf 30 oktober is het terrein weer bereikbaar via de Schoutstraat. Vanaf daar kun je via de Schoutstraat en de P.J. Bliekstraat weer naar het metro- en busstation lopen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december. Meer informatie over de werkzaamheden vind je op nissewaard.nl of de Nissewaard Bout App.